Goedemorgen. Morgen is het Paaszondag, de eerste Paasdag. Maar vandaag is nog geen Pasen. En vandaag is het iets anders. Vandaag is het Internationale Circusdag. Dus ik denk, laten we eens een circus tekenen. Doe je mee? Dan gaan we circus tekenen. Nou, gisteren hadden we het over de kruisiging. Laten we het nu over iets leuks hebben. Het is voornamelijk vandaag Nationale Circusdag. Of Wereldcircusdag zelfs. Laten we dus gewoon eens een circus tekenen. Nou, dat is nou leuk. Een circus. Een circus. We gaan gewoon een circus tent tekenen. Hoe ziet zo'n circus tent eruit? Zo. Maak er een grote tent van. Een beetje een feestelijke tent van maken. Zo. Die hebben we vorige keer al geleerd. Hè? Die vlaggetjes, zeg maar. Op chickadee. Hop. Nou, hier ook een vlaggetje op. Zo. De haringen waar hij mee vast staat natuurlijk. En dan weer natuurlijk ook nog een opening van die tenten. Laten we het zo doen. En daar hebben we dan van die gordijnen zo in. Een beetje dat theateridee. Waarvan we een paar weken geleden hadden. De gordijnen zo, opening van de tent. Daarbinnen is het natuurlijk hebben we ook de piste. Nou, laten we die kunnen we wel even tekenen zo. Daar staan dan weer tekeningetjes op zo. En daar hebben we ook nog publiek zitten zo. Nou goed. Je feestelijke tent maken zo. Vaak zijn er ook nog eens hier ook nog eens vlaggetjes zo aan. En hier ook weer gespannen zo naar paaltjes. Ziet er altijd heel feestelijk uit zo'n circus. En het is natuurlijk ook, hè. Ik ben vroeger ooit nog naar het Bassie en Adriaan Circus geweest. Alleen toen ging ik Bassie een hand geven en toen sprak hij me aan met zijn echte stem. En toen schrok ik me dus rot. Want hij had helemaal niet die stem van die clown die ik kende. Dus ik was gelijk gedesoriënteerd en ik denk van wat gebeurt hier nou? Wie is dat? Goed. Dit kan je natuurlijk weer inkleuren. Zullen we dat eens gewoon eens een keer doen? Eens kijken, wat heb ik hier nog? Even kijken voor stiften. Nou, ik heb hier een oranje stift. Ik weet niet of dat een beetje circusachtig is. Zo. Nou, in ieder geval. Een beetje dat circus idee, hè? Zo. Leuk hoor. Goed. Vlaggetjes. Ik zou hier wat meer kleurtjes voor gebruiken dan alleen rood dan voor die vlaggetjes. Maar we krijgen al meer een circus idee zo. Nou, ga zelf ook aan de slag. Zo'n tent kan nog groter, kan ook anders.
Misschien kan er, heb je van de week natuurlijk ook een woonwagen getekend. Misschien zet je er wat woonwagens bij. En misschien zet je er nog wat beesten eromheen. En dan wordt het een echt circus. Succes en ik zie jullie morgen in de volgende video.